Ja, Melle, de RKC-trein die dendert maar door. Ik dacht, die zijn bier nog uit de haar aan het kammen van afgelopen woensdag. Maar nee. Nee, we waren nog steeds al de bier eruit aan het kammen. Maar nee, we hebben gewoon een goede prestatie neergelegd vandaag. En ja, het is wel fijn om met winst af te sluiten, ja. Waar haalden jullie de motivatie vandaan? Misschien juist omdat het zo'n mooi seizoen is geweest? Ja, klopt. We wisten als je vandaag ook wint dat je nog een paar plekken kon klimmen. En kijk, je speelt vandaag eigenlijk eigenlijk voor niks. En je weet dat AZ ook wel die play-offs in zijn en ze willen eigenlijk die momentum creëren. Dus het kan wel een lastige wedstrijd zijn. Alleen, ja, je moet eigenlijk zo vrij mogelijk spelen. En dat hebben we volgens mij goed gedaan. En vandaag waren we gewoon dodelijk effectief in de counter en we maken drie goede goals. In het begin geven jullie een paar kansen weg. En dan op een gegeven moment verandert er iets volgens mij. Jij gaat een beetje op middenveld spelen. Hè? Was dat van tevoren zo afgesproken? Ja, uiteindelijk de laatste afgelopen wedstrijden heb ik dat ook vaker gedaan. Want AZ speelt dan met één spits en dan heb je eigenlijk drie verdedigers niet nodig. En dan als je doorschuift, kan je beter aan de bal komen. Ik denk ook verdedigend sta je ook dan een stuk beter. Maar net zoals je zegt, in het begin waren we wel heel slordig. Misschien was dat wel even inkomen. Alleen, als je naar de uitslag kijkt vandaag, is het een mooie afsluiting van een geweldig seizoen voor ons. Voor jou een mooie afsluiting bij RKC, waar je gegroeid bent, waar je in de kijker hebt gespeeld. En nu cashier. Ja, dus... ja, zo werkt het toch? Ja, kijk, RKC is ook zo'n club, dat is ook afgesproken toen ik kwam. En volgens mij Frank vanochtend bij de ESPN ook gezegd, het is een club die jonge spelers ontwikkelt en uiteindelijk doorverkoopt. En ik denk dat ik nu op een fase zit waar ik nu wel de volgende stap moet maken, ook voor mezelf en ook voor RKC. Dus ja, we moeten wel kijken wat er gebeurt. Tipje van de sluier, welke kant gaat het op? Voor mij? Ja. Dat weet ik. Weet je het zelf al? Nee, dat weet ik zelf nog helemaal niet. Clubtopper in Nederland, buitenland, ver buitenland, dichtbij buitenland? Nee, ik heb nog niks. Kijk, ik zou liefst in Nederland willen blijven, want daar ken ik de competitie goed en de teams goed. En het is er volgens mij ook wel een competitie die mij past. Alleen, de stap moet logisch zijn voor mij. Ik moet gewoon blijven spelen. Ik wil niet een stap maken waar ik alleen maar op de bank zit. En uiteindelijk, waar dat is, weet ik nog niet. Maar dat zien we wel. Subtopper dus. Als jij dat zegt. Dankjewel. Dankjewel.